Welcome back family Smalls. How y'all doing? How y'all feeling today? Hebt jij een leuke dag gehad? Hoe was uw examen? Hebt jij je geamuseerd? Wat vind je van mijn Instagram? Heeft er iemand je al gezegd dat je er fantastisch uitziet vandaag? Hey, ik ben er om dat allemaal te zeggen. Jij ziet er fantastisch uit. Ik hoop dat je examen goed is verlopen. En volg me alsjeblieft op Instagram. En comment ook. En like en deel. En abonneer. Vandaag is het weer tijd om naar de grens te gaan. Over de grens. Naar onze buren in Nederland. Want daar heb ik ook wel een major support, mag ik wel zeggen. Ik heb veel fans vanuit Nederland op YouTube. En ik verschiet er wel van. Maar ik krijg ook veel kritiek. Nizar, toon anders even eens de slechte comments die onder mijn video's komen als ik reageer op Nederlandse artiesten. Zoals bij Core, de Spouse Sessie, whatever man. Like. So, anyways. Guys, vandaag is het KA. Ayoub El Berkaini en Alejandro Goemans, twee goede vrienden van mij, hebben mij eigenlijk een suggestie gegeven om hierop te reageren. Ik heb gehoord dat als je luistert naar deze sessie, dat je gewoon zin hebt om een OV'tje te zetten in de Carrefour. Ik heb gehoord, als je luistert naar deze song, dan heb je gewoon zin om een auto te stelen en GTA mode te gaan. Dus ik wil die guys bedanken om mij op deze tune te brengen. Ik heb geen flauw idee wie dat KA is. Ik dacht eerst dat dat Joey AK was, maar K-A-A-K, snap je? Anyways, ik dacht eerst dat dat ook een nigger was, maar blijkbaar is dat gewoon een mokker of zo. Oh no, man, bro, nigger is snor en shit. Ja, we gaan er gewoon op reageren en we gaan niet te veel tijd aan verliezen. By the way, ik wil Rotjoch echt gewoon feliciteren met de 1 miljoen abonnees. Ik heb nog altijd geen flauw idee wat hij ermee gaat doen, maar ik ben benieuwd. Ik heb gehoord dat hij Zama gaat spitten, maar let's go! Kinder, je kijkt naar 101 Bars, zomersessie. Rotjoch op je beeldscherm. Ik ben met KA. Hele Cash Gang. We gaan het doen, man. Ah, hij is van Josilvio! Hij zit van Josilvio! Waarom is dat zo boos? Fuck, man. Wat deze werk is heet. Ik kan mijn jongens niet taggen. Wat mijn jongens zijn heet. AT5AD. F60AD. Ik hoef geen naam meer te schreeuwen voor ze. Mijn jongen binnen kijkt mee. Kom komen met de klok van. Maar ik weet hij kijkt mee. Mijn jongen zegt maar brada pam pak. Ga door zijn hele kankermoeder heen. Ik sta gaan aan wat date-dates. Hun ploven AB's. RM2T. Hij brak me in een GT. Voel die date 2 verdragen in Amiri. Het noem maar in de TT. Laag in MT. Maar die komen kijken. Yo! Yo! Waarom praat hij zo stil? Hij praat agressief, maar stil. Hoe doet jij dat? Hoe kun jij agressief, maar stil praten? Hoe doet jij dat? Bro, dat is een kunst. Dat is een kunst. Hij is boos op de micro. Hij is boos op de micro. Hij is letterlijk boos op de micro, bro. I can't be asked. Die guy is letterlijk boos op de micro. Hij praat over geweld, maar op een stille manier. Hoe kun jij dat doen? Dat is duivels, man. Hij is de duivel. Bro, that's crazy, bro. Ik ga eens proberen nadoen, man. Bro, ik overval Mediamarkt. Ik ga crazy. Ik kill de baas van Wacht. Ik kill hem. Bro, hij praat letterlijk stil. Hij praat letterlijk gewoon stil, man. Anyways, bro. Al die afkorting TDADDE. Wat ben ik aan het missen, man? Guys, wat ben ik aan het missen? Ik ben 1 minuut binnen in de video, man. Ik ben 1 minuut in de video. Ik ben al crazy aan het gaan, man. Pieter! Er wordt een gaaf van M5's, nightriders en spiders, RS's, twee pijpen, coureurs en drivers, twee takters en bikers. Het leek alles voor de fan. 280 geen lichten, mijn jongens, even zijn er bijna. Vertel het. 280 geen lichten. Hij wordt niet. Hij is zo snel dat hij niet geflitst kan worden, oké? Okay? Hey, 280! Flitspalen pakken jou niet, broer! Woe! Hij zei gewoon door, kijk dan gewoon. Woe! Gewoon door. Jij wordt niet gepakt. Oké? Okay? Hij zegt het ons hier. Hij maakt het ons hier duidelijk. 280, jij wordt niet gepakt. Klaar. Yo, bro. AK, ik... KA, ik weet niet voor wat dat die afkorting staat. Maar ik denk dat dat gewoon... Counter-attack. Counter-attack, mijn K. Oeh! Hey, KA, ik heb uw naam gegeven. Credits, bro. Ik moet sowieso mijn credits krijgen. Sowieso. 100%. Komt dus 5 minuten max rijden.
Ik ga zo meteen nog even kijken, ik leer die roetel in mijn tekst. Niemand van mijn jongens naaien, ik geef die kleine net een meier. Wat in de flessen nog erbij, nooit in het wit, broer, ik hoef geen rijder. Door alle chakas voor mijn kleren, leg ze voor mijn neer, we kijken niet naar prijzen. Nog 8 uur voor in Parijs net, mijn jongens willen hier verdwijnen. We huren vakjes om de ochtend checken, in om 2 uurtje ga ik rijden. Die man... Mijn box kan het geluid niet aan. Mijn box kan zijn geluid niet aan, letterlijk. Hij praat over crazy shit doen, maar op de meest rustige manier, bro. Deze guy kan letterlijk gewoon klaarkomen zonder geluid te maken. Ik kan ook klaarkomen zonder geluid te maken, maar ik kan... Nee, dat was een rare vergelijking, man. Nee, ik zal het anders zeggen. Deze guy kan gewoon gymmen, 100 kilo op zijn chest hebben en geen geluid maken wanneer dat hij terug aan het optillen is, bro. God damn it, dog. Timert, mijn jongens zitten nog een tijdje. Elke ziel die heeft een prijsje. Jongens leven hier met ijzer. Tot 20 ruggen in mijn huisje. Ik stuur mijn moeder net nog tekst. Gaat het goed, dan kom ik thuis. Aden vertrekken nog. Die lak! Die lak! Dat lakje! Heb je dat lakje gezien? Heb je dat... Yo! AK! Nee, KA! Pieter! 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 En zeg... Hij denkt, we trekken nog. Pieter! Heb je dat gezien? Yo! Heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Hij zegt letterlijk, hij denkt, we trekken nog. En dat is een pity glimlach. Duivels. Deze guy, nou, wie is hij? Gaat hem vertrekken nog eruit. Ik geef een klap eruit. Of werken voor zijn schuit. Ik voel die druk hier in mijn buik. Rillen op mijn huid. Voeken niet de puin. Die pakket die maakt geluid. Mijn oren zitten dicht. Kom maar toch van thuis. Ik kijk mijn jongen in zijn ogen. Praat dan van die gaat. Zie die ding gelijk. Dan om samen met... Kijk door naar Daytona, watch your symptoms, de app is niet dood. Range Rover zijn dood, stoelen zijn rood, voelen zijn rood. RM, Spatex, Jacob en Co, 500 code. Sinds meer de T-Jazz, doe ik rins nog, verdenk niet aan rap. Geen auto maar VVS, maar dubbel om het pakket. Met 80.000 voor op traject. Vraag die man wie is next. Die pakketten zijn gedrogen, slapen in de loods. Die vakjes zijn gekloond. Geen deals, geen shows, lopen met loop. Ik zie wel hoe het loopt. Rees ik nu nog met gezicht op je. Dan weet je maar, jij gaat dood. Ik rees de mannen met gezicht doen. Die mannen kijken me nu ook. Dum, zit in de loop. Ze weten waar ik voor kom, voek me op. We schieten palen tot de shopper. Handje voor je shop, appel voor de tors. We gaan naar Aantje met je klok. Ik reken op mijn klok, mijn jongens zijn mahrok. Mahrok, Mahrok, hey, als iemand mij daar op straat zegt, hè, hij moet gewoon sowieso vechten. Hij moet sowieso dijbes. Zelfde voor Amanakudum Zinjisan. Als een Turkje dat ooit zegt, hij moet dijbes. Dat is niet nog even praten om te weten wat dat hij... Nee. Dat is dijbes, man. Mahrok, hij moet... ik weet niet wat dat betekent, dat Mahrok. Maar ik weet wel dat hij dat hoort, dijbes. 100%. Hij moet dat niet laten. Broer, die Mahrok kwam van diep. Zijn keel, zijn adamsappel is meegaan met die... Arabier, Pieter, I know. Tot, die jongen naast me die is 20. Die laatste watje 120. Hij denkt nog, we kijken naar rollies. Mijn jongens die maken tonnen met cilinder. We halen blokken uit de sprinter. Ik rij met Vespa op de kinker. Die Semtex uit de straat weg. Mijn kleine Hassie haalt je graag weg. Mijn bitch weet ik ben vaak weg. Veel bankgoedjes op de aanrecht. Die brieven ruiken nog naar hout. In de regen ik rook achter. In de regen toen ik rachtte. Met mijn kop aan het wachten. Met regenpak op 1,80. Laat paren zie je binnen achter. M5 is met kasten. 3,35 achter. Door de poten of de gracht. Ook van de NW geachter. Want de werking is krachtig. Voor mijn jongens in Damascus. Paula Bagas maskers. Dit is beter voor je geld. Je gaat niet door die kat toepassen. Wij werken niet met pinpassen, al mijn kleding moet ik wassen. Ik luister langer nog naar Hassler, vrek staat op mijn mapser. We willen koffieshops en jachten, korte dagen, lange nachten. We zoeken gangsters en patsers, we zoeken gangsters en patsers. Dat zijn er jeepjes aan het plakken, mijn moeder belt me in gedachten. Koop een brief voor die mattie van je, wat die gozer robbels is te pachten. Vrek staat op mijn mapser, je wordt geklakt niet van achter. Wat een schade. Hij snift! Hij heeft gesnift! Hij heeft gesnift! Hij heeft die... Pieter! Hij heeft gesnift! Hij heeft gesnift midden verse! Hij heeft midden in zijn verse gesnift! Pieter! En dat is niet omdat hij verkouden is, bro! What the fuck? K.A. Besef, dat is een jaar oud! Waar was ik? Bro, ik moet meer naar Nederlandse artiesten luisteren, man.
je erf. Ik heb geen brad, ik op mezelf. Ik heb geen vader die naar binnen trekt. Ik heb geen plat voor wie ik neerbuig. Ik maak al mijn geld zelf. Vertrouw mezelf voor de helft. Laat staan nog een ander. Ik bracht mezelf aan de kanker. Alleen mezelf weer omhoog. Zelfs mijn moeder zie ik amper. Die gedachte die vermand je. Dat hele purple hier in eindje. Ik stel mijn spelers in verband. Voeten in de zand, zeg me wie is de man. We kunnen scheuren in Marbella, ja. We blijven hier in Amsterdam. Ik wist gelijk op wat gebeurt. Gaat in de deur, balans in de gang. Ik zei mijn jongen, geen stress. Zet die dingen recht, ik regel dat is man. Het is hier klein in Amsterdam. Mijn oren zitten in het golfveld. Vies werk als mijn jongen je opruimt. Smeet ik van mijn ben een rat. Ga mijn moeder schrijf me af. Ga mijn vader schrijf me af. Dus al die dingen deed ik af. Ik zei mijn zus, ik zie je snel, maak je maar niet druk, het leven het is hard. Familie, maar die zie ik jaren niet, mijn toekomstvisie die is zwart. Ik kon zijn moeder lang al weghalen, maar ik laat het wat ik nog je. Check je moeder en je broertje binnen, straks met je vis op je. Dus die maat die van je is je twee man, zijn paardje is verkocht je. Die dingen drogen helaas aan je schalen, vroeger speelden ze met rotjes. En toen schroen niet voor motjes. Vraag je mattie voor je schoolboek, kom aan mij, dek je hier een broertje. Die drinken drugs naar voertje, ze potten doezels op hoertjes. Dan ken je zelf hier een broertje. Ah, heeft gelijk! Je vraagt om voor schoolboeken of whatever, schoolwerk of bla bla bla. Je krijgt het niet, bro. Niemand gunt je, bro. School gunt niemand je, man. Ja, damn it, daar. In de zin, kom met die slijmer in de rechtszaak. Spreek de praten dat ik geld praat. Waardoor die reden nu ook slecht slaat. Een groot geld hier op Vespaas. Ik weet het, Mattia, bent echt straat. Ik weet het, Mattia, bent ook gangster. Ja, gewoon, wie gaat je doodwensen? Het gaat allemaal om procenten. Ja, salaris van mijn docenten. Die pak die zit hier in mijn tas. Loop met me, heb die loop met me. Ik ga dood met je voor die hap. We overvallen voor de kosten. Beetje voor de dorst en in de box. Niemand doet die geeft je prop, ook al geef je boxie, word je gedropt. Al mijn toekomst wordt geborst, dingen hier om mijn borst. Alles wat die maak ik los, hoe dan ook broed, lukt toch. Is dat echt zijn veel geld gaat die lucht op. Aan die mannen ik zet druk op. Wauw. Wauw, K.A., dit was een koude sessie, broer. Dit was een zeer koude sessie, on God, bro. Yo, ik ga niet liegen. Ik wou het zeggen, Pop Smoke-achtig, maar als dat echt zijn stem is, dan is dat echt wel een probleem, man. Putain. Ik geef de sessie een 8 op 10. De lines waren er zeker. Hij had punchlines, hij had bars. Like, gewoon dat gedeelte dat hij aan het sniffen was, mid-verse, crazy. Anyways, vonden jullie deze video leuk? Dan like alvast, deel alvast, abonneer, volg me op Instagram en Twitter. En dat zeg ik zoals altijd. Goodbye, my niggas!